Wij willen groeien op basis van onze eigen strategie. Ik ben echt achtergekomen van wij zijn nog lang niet klaar. Hij is oprichter van het snel groeiende bureau Born 05. En hij is mijn gast, Rogier IJzermans. Rogier, van harte welkom. Hoe positioneer jij Born 05 in het, zeg maar, als je het aan je moeder moet uitleggen of aan je schoonmoeder, zeg maar, in het speelveld der bureaus? Ja, voor mijn moeder is het denk ik een digitaal reclamebureau. Ja. Maar voor mezelf is het uiteindelijk een bureau wat digitale producten en diensten ontwikkelt, digitale content. Waarmee merken aan consumenten worden verbonden. En dat gaat verder dan reclame maken. Vind ik wel. Mm-hmm. Vind ik wel. Ja. En noem maar met de deur in huis, noem eens wat voorbeelden waarvan je zegt van nou, dat illustreert. Dat vind ik een mooie case om te illustreren wat we als bureau doen. Ja, ik denk dat het beste voorbeeld is KLM. Dat kent iedereen wel, ons werk van KLM, denk ik. Wat voor KLM goed hebben gedaan is in de tijd van de zwanen. Ik weet niet of je die tijd nog kent, een jaartje of 11 geleden inderdaad. Waren zij op zoek naar een bureau wat met name de digitale kant van het merk opnieuw positioneerde. En zij waren op zoek naar een contentstrategie van de letteren. En wij waren het bureau wat ze daar behielp. Dus we hebben iFly KLM onder andere ontwikkeld. Ken je wel, denk ik. Digitaal relatiemedium. Inmiddels veel meer dan een contentplatform. Er zitten heel veel producten, digitale producten en diensten omheen. Waardoor je eigenlijk als KLM continu in gesprek bent met je passagiers. Mm. Juist ook op de momenten dat passagiers niet in de mood zijn om te willen vliegen. Ja. En waar liggen de grenzen van jullie dienstverlening dan, zeg maar? Wat doe je wel en wat doe je niet? Wij positioneren merken wel, maar echt op digital. Dus op digitaal gebied. En dat betekent dat de hele branding aan de voorkant, hè, dus above the line en dergelijke, doen wij niet of nauwelijks. Mm. Of het moet in dienst staan van een digitale product of digitale dienst. Okay. En waar we goed in zijn, vind ik, is in de digitale producten- en dienstenkant. En hoe werkt dat samen met andere bureaus? Want vaak heb je dan met klanten, zeker met KLM, die hebben niet één bureau, die hebben natuurlijk meer. Ja. Hoe werkt dat? We werken eigenlijk altijd samen met reclamebureaus enerzijds. En mediebureaus anderzijds. Hm. En soms zit daar nog echt een technologiebureau bij. Hè? Mirabeau bijvoorbeeld bij KLM. Ja. Ja, die zitten echt op de bedrijfskritische dienstverlening. Dus de boekingstoel en dat soort dingen. Ja, ja. Maar bouwen jullie ook zelf dingen? Zijn jullie ook echt technisch? Want hoe ziet jullie personeel? Ja. Hoeveel mensen heb je? Born 05, 65 nu. Ja. En daarnaast hebben we nog twee andere bedrijven, dus bij elkaar ongeveer 80. Oké, en 65 zijn onder. Dat is best, dat moet je wel managen zo allemaal. Ja, dat klopt. Mm. Je hebt recentelijk een managing director aangesteld. Ja. Betekent dat voor jou, waarom heb je dat gedaan, Edward Knol? Ja, nou, het is wel een, er zit wel een geschiedenis aan vooraf. Kijk, ik ben het bedrijf begonnen in 2005 met een van mijn partners, creatief directeur nu, Sjors. En waar je op een gegeven moment achter komt, ik was 22 toen ik het bureau begon. Dus je gaat door ontwikkelfases heen. Ik denk dat die iedere 3-4 jaar er zijn. En de eerste was traditioneel een middelmanagement laag. Hè. Je groeit te hard. Dus je zoekt op een gegeven moment mensen die in middelmanagement erbij komen. En op een gegeven moment zijn we op zoek gegaan naar een structuur die paste bij onze cultuur. Hmm. Dat was de cellenstructuur, inmiddels vaker gebruikt. Maar wij begonnen daarmee, ik denk in 2012 ongeveer, 2012, 2013. En wat je op een gegeven moment merkte, we hebben nu daar 3 cellen in zitten. Born 05, we hebben Newborn, dat is meer een investeringsvehikel. En we hebben Airborne, zitten we in de voice-markt. En je merkt als alle 3 die cellen individueel groeien, dan ontstaat er toch een soort groepsdynamiek boven. En die is niet hiërarchisch, wat mij betreft. Wat mij betreft is het veel meer een rol van het bewaken van het collectief. Hè, zowel cultureel, kwaliteit, maar ook klanten. Hè, dus geïntegreerde diensten kunnen aanbieden over de cellen heen. En wat ik daar merkte is dat Born 05 had zijn eigen groeipad. Kwam in een iets andere fase, hè, 50, 60 man. Ja. Dat betekent eigenlijk als Born 05 wil groeien, heb je ook een ander type leiderschap nodig, denk ik, dan dat ik kan leveren. Ja. En ik merkte daarnaast dat de groepsbehoefte, die werd steeds groter. Okay, dus ik ben doorgegroeid naar de groepsrol, groep CEO of hoe je het wil noemen. En ik heb Edward echt een hele goede MD gevonden. Mm. Waarom bestaan jullie? Nou, de reden van die cellen, ik wil het nog wel even toelichten. Kijk,
Wat de kracht is van zo'n cel, is het is een hele ondernemende manier. Hè? Enerzijds om mensen te laten doorgroeien in de club. Dus echt talentvolle mensen kunnen groeien ook in positie, maar ook in verantwoordelijkheid. Wat je daarnaast merkt, is dat zo'n cel kan een ander marktsegment bedienen. Hè? Bijvoorbeeld Newborn bedient voor ons het start-up en het venture segment. En dat is gewoon een heel andere dynamiek. Als je gewend bent om voor grote corporates te werken, KLM en Albert Heijn en ING en dat soort mooie merken met Born. Doorloop je een bepaald proces, heb je bepaalde multidisciplinaire teams. Hè, het zijn vaak grotere trajecten. En wij kwamen er wel achter dat de echte innovatie, hè, dus de innovatie van onderuit, om die toe te laten, ja, daar heb je een andere werkwijze voor nodig. Een andere marktapproach ook. En dat hebben we gevonden in Newborn. Dus het stelt je in staat, die verschillende cellen, om op verschillende manieren de markt in te gaan. Dat Newborn, hè, heb je daar ruimte en tijd en geld voor dus, blijkbaar? Want venture klinkt als dat jullie dus geld stoppen in start-ups. Ja, klopt. Nou, of is het gewoon... leg eens uit. Het model is wel leuk. Enerzijds zoeken start-ups of scale-ups, zoeken natuurlijk bureaus om ze te helpen bij merkpositionering, productontwikkeling, user experience. Eigenlijk het hele spectrum. Ja. Kunnen die bureaus vaak niet betalen. En anderzijds zochten wij een plek om echt te kunnen innoveren. En wat wij nu doen is wij investeren 3/4 Natura. Dat betekent mensenuren. Yeah. Ja, dus daar zetten we eigenlijk Born 05 voor in. En klantcases ook? Ik bedoel, Ja, hij werkt ook andersom. Maar en dan de component daar bovenop is dat wij 25% cash erbij doen. Dus je bedient eigenlijk twee doelen daarmee. Enerzijds is de investeerder die vaak in een start-up zit... die vindt het fijn dat ook de partijen die erin zitten met geld... Hè, dus de ballen op het blok leggen. Ja, ja, precies. Niet alleen maar barteren. Exactly. Ja. En anderzijds krijgen ze een topbureau... wat ook echt het merk neerzet en zich voor langere tijd committeert. De derde tak, naast Born of Five Newborn, heb je Airborn. Ja. Daar richt je met name op voice. Ja. Ook een, wil ik meer over weten, maar even vooraf, waarom heb je dat dan niet in dat? Waarom heeft die een aparte ID? Waarom is dat een aparte cel? Waarom heb je die niet in die nieuwe? Nou, voor ons is wel een goede vraag. We hebben een keertje een foutje gemaakt. Of een foutje. We hebben de eerste cel die wij opzetten, heette Five. Was een echte contentcel. En wat we daar hadden gedaan, is hadden we eigenlijk de contentdiscipline uit Born 05 gehaald en daar een aparte cel voor opgezet. En wat daar uiteindelijk vond ik niet goed aan werkte, was dat wij zijn een geïntegreerd bureau. Dus wij denken altijd vanuit geïntegreerde proposities. Als je er dan één expertisegebied uithaalt, dan draagt het uiteindelijk onvoldoende bij. Ja, okay. En de reden dat dat bij Airborn wel zo hebben gedaan, is dat Airborn ook andere verdienmodellen kan toelaten. Hè, dus bij Newborn hebben we een participatiemodel. Nou, Born is natuurlijk eigenlijk het traditionele bureaumodel. Dus daar heb je enerzijds wel uren, anderzijds heb je... Nou, laten we zeggen value pricing, licensing, een beetje die hoek. Ja. En bij Airborn spelen hele andere krachten. Zoals? Nou ja, zoals het is de muziekindustrie ook. Hè, dus er spelen licenties, royalties, een beetje die hoek. En maar maak eens concreet, wat zijn de projecten? Nou kijk, op het moment dat jij aan de audiobranding van een merk gaat, aan het werk gaat... dan krijg je een ander type dienstverlening. Krijg ik een ander type verdienmodel. En om dat los te laten, hè, om dat echt goed te ontwikkelen... hebben we daar een apart team voor opgezet. We hebben externe mensen bij betrokken die daar veel ervaring mee hadden. En die tuigen nu die cel op. En dat is niet alleen muziek, het is natuurlijk ook letterlijk spraak. Hè? Want we gaan natuurlijk steeds meer kletsen tegen computers. Ja. Dus merken moeten ook een letterlijk stemmen krijgen. Zeg absoluut. Maar. Dus dat is uiteindelijk de reden dat wij Airborn zijn gestart. Is we deden een groot traject met KLM. En wat we merkten daar is dat steeds meer dienstverlening gebeurt via spraak. En als je kijkt naar de voice-ontwikkelingen... sowieso loopt Nederland niet voorop, laten we even zo zeggen. Amerika, Azië gaan veel sneller. En wat je daar ziet is dat het best wel gedreven wordt door technology. Ja. En technisch ontstaan echt een heleboel standaarden nu. Alleen de hele merkkant, daar wordt naar ons idee onvoldoende over nagedacht. Hmm. En dat is niet alleen audio-branding, maar het is ook letterlijk als jij... He, bijvoorbeeld twee concrete voorbeelden. Unilever, even als moedermerk natuurlijk van een heleboel mooie personal care merken. Hoe relevant is het als Unilever uiteindelijk in de woonkamer of in de badkamer... bijvoorbeeld kan praten of in gesprek kan zijn met jonge moeders? Nou, die manier van nadenken en hoe reageer je dan als merk... He, dat wordt nog nauwelijks gedaan. Boeiend, Andere opdrachtgever van ons, Alzheimer Nederland, werkt veel voor samen met mantelzorgers natuurlijk. En wat je ziet bij dementerende mensen is dat ze vergeetachtig worden. Dat post-itjes
met herinneringen, nou ja, die domineren een beetje de huiskamer. Ja. Hoe waardevol is het als uiteindelijk een smart speaker de rol van een mantelzorger deels kan overnemen? En ja, dan niet alleen met de stem van Alexa van Google, maar nee, misschien zelfs wel de stem van jouw zoon of dochter, ja, of jouw mantelzorger. Ja, de wc is links, man. Die kant gaat het, ja. Nee, maar die kant gaat het echt op. Ja. En daar willen wij ons steeds aan bijdragen. Mannetje of 60, 70, 80 zo in totaal nu. Ja. Je bent een van de, wat altijd een beetje in de minderheid als het gaat om bureaus. Want jullie zijn zelfstandig nog. Terwijl de bureauwereld zich in Nederland natuurlijk al kenmerkt door consolidatie. Ja. Er zitten eindelijk een paar grote partijen zitten er overal boven. Wat is je strategie daarin? Lekker eigenwijs. Leuke vraag. Ja. Nou, kijk, dat is een van de redenen natuurlijk dat Edward er is. Is dat wij uiteindelijk ook, ik denk een anderhalf, twee jaar geleden, heeft ongeveer iedereen bij ons op de stoep gestaan. Ja, ik kan me voorstellen. En of het nou consultancy zijn of reclamenetwerken die aan het herorganiseren zijn. Ja, of het zijn de mediebureaus die toch wel naar digital en naar creatie aan het kijken zijn als groeidomein. Wat ik heb ontdekt in die periode is dat wij willen groeien op basis van onze eigen strategie. En nog geen onderdeel willen worden van iemand anders hun strategie. Het is de klassieke antwoord van iemand die uiteindelijk overgenomen wil worden. Nee, het is het klassieke antwoord van een ondernemer die nog niet klaar is. Ik ben 37, nee, ik meen het, hè? Ja. En het is wel verleidelijk, hè? Want je loopt op een gegeven moment en gaat een aantal van de trajecten toch even in. Om te voelen wat gebeurt hier. Mm. En ik ben echt achtergekomen van wij zijn nog lang niet klaar. En dat betekent niet dat wij niet moeten nadenken over onze groeistrategie. Stel nou even, hè, dus we zijn nu nog niet, maar over weet ik veel, x jaar. En je zou nu moeten kiezen. En dan geef ik je de keuze. Eén, je gaat met MediaMonks. Ga je echt een nieuw concept van scratch af aan met een guru erachter, met heel veel geld en knallen met die en 600 km per uur. Twee, een van de big fours, een EY of een KPMG, die zegt van jongens, wij moeten die bureaus gewoon inlijven en blablabla. Dat is dus een van de Zuidas jongens. Of drie, een van de grote bureauketens. Voor welke zou je dan gaan? Ja, wij hebben gekozen voor de vierde. Al. Oh. En dat is op zoek gaan naar een investeerder die meehelpt groeien. Ja? Het is gewoon een autonome groeiscenario? Absoluut. Oké. Okay. Ja. En wat zijn je ambities op dat vlak? Als ik dan toch even 5 tot 10 jaar verder moet kijken, dan zijn er wel wat partijen in Amerika die wij heel hoog hebben zitten. RGA voorop. Die hebben een model wat heel dicht, denk ik, tegen ons eigen model aan zit. Want? Dat zijn hele ondernemende, creatieve, digitale dieren, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. En ik vind wat zij doen op venturegebied vind ik super inspirerend. Okay. Ik ben er geweest in New York en de vibe die daar hangt, ja, dat is het bedrijf waar ik me mee wil associëren met Born. Voorlopig nog aan de bak, zo op de manier waarop jullie nu doen. Autonoom, eigen groei. Als we kijken naar klantzijde en we kijken naar de decision makers, noem ze even de CMO dan maar even in personificatie. Wat vind je van het niveau van het CMO-speelveld in Nederland, van de marketeers? Poeh. Twee ontwikkelingen die wel interessant zijn voor ons in ieder geval is. Ze komen steeds meer in mijn eigen leeftijdscategorie terecht. Ja, dat gebeurt vanzelf. Nee, dat is leuk. Ik denk dat jij ouder wordt. Dat gebeurt inderdaad vanzelf, ja. Nee, dat klopt. Maar wat je ook wel merkt daardoor is digital, echt digital fair. Dus connected, als je begrijpt wat je wil. Ja. En wat ik een beetje zie bij in ieder geval onze klanten is dat het de rol van de CMO op C-level, op directiegebied, is wel echt aan het verschuiven. En ik denk in ons voordeel. En misschien wel omdat het een functie is die juist heel erg connected is. En heel erg in de organisatie. Hè. Je zit niet alleen maar meer aan de communicatiekant van de marketingkant. Wat mij betreft zit je ook met digitale producten en diensten zit je ook echt aan de inkomstenkant. Ja, er ontstaan nieuwe modellen. En dat betekent dus ook dat die rol die wordt bedrijfskritischer. In ieder geval voor zover ik dat kan zien, hè, vanuit mijn beperkte plekje. Maar dat legt ook wel een andere verwachting bij de bureaus waarmee je werkt. Kannibaliseert dit op wat meer zenden, roeptoeteren, reclamebudgetten, deze beweging wat jij schetst?
Hoe bedoel je cannibaliseren? Nou, dat er meer en meer geld beschikbaar, middelen. Wat jullie doen is natuurlijk een soort, echt wel een ontwikkeling die je ziet. Hè? Direct connecten, veel digitaal met die consument. Ja. Veel transparanter. Je ziet purpose-driven nu echt komen. Je moet als bedrijf echt wel fatsoenlijk aan de weg timmeren en geen shit meer doen. En daar gaan dus de budgetten in jouw groeiscenario ook naartoe. Ja. Betekent dat dat er minder budget gaat naar klassieke reclame? Of is het Ik denk dat je er eentje vergeet. En dat is toch wel gewoon merkervaring. Hè? Klantervaring, custom experience, hoe je het wil noemen. Ik zie dat echt als het grootste groeidomein. En ja, dat cannibaliseert dan op andere budgetten. Logischerwijs, althans het verschuift. Ik denk dat dat een beter woord is. Ja. Maar uiteindelijk, en daar moeten bureaus zich op organiseren, zijn ze al een tijdje mee bezig. Als je regie wilt voeren over meerdere contactmomenten. En uiteindelijk wilt zorgen daarvoor een eenduidige klantbeleving. En dat is wel customer wat je minimaal moet doen. Customer centricity, zoals zo mooi in het jargon. Ja, dat is hem. Is dat het is ontstaansrecht van mijn bureau. Is wij centraal zitten van gebruikers. En ik denk dat je hebt de contentkant. En dat is heel waardevol hè, als je veel meer naar het merkbeleving en dergelijke kijkt. En je hebt de digitale product- en dienstkant. Daar zit natuurlijk echt interactie. Als jij waarde wil toevoegen in het leven van een consument... dan lukt dat niet alleen met content. Of alleen met advertising of alleen met communicatie. Ik geloof in die combinatie. Maar het is wel de combinatie. Ja. Dus wat wij zien is dat er steeds meer digitale producten komen... die uiteindelijk vermarkt moeten worden. Ja, ja, precies. En dat is interessant, want dan hij draait eigenlijk weer om. Ja. Hey, en welk merk tot slot heb je nog niet, maar zou je heel graag willen hebben? Als klant dan? Ja, dat zijn er wel een paar. Wat ik interessant vind zijn merken die digitaal nog niet echt volwassen zijn. En die dus, waar je eigenlijk als bureau ook nog samen met je opdrachtgever een min of meer clean sheet hebt. Om echt bottom-up te gaan bouwen. En je hebt toch wel veel grotere merken met veel bureaus. Hè, waar je in een speelveld terechtkomt van... een bepaalde dynamiek, laat ik het even zo zeggen. Ik denk dat de iets, niet per se de AAA, maar de A-merken... Daar kan nog een heleboel. En die willen ook. Die moeten wel. Succes daarmee. Gaat helemaal goed komen volgens mij. Dankjewel dat jij mijn gast wilde zijn. Tuurlijk. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering hier op CVD-TV. Vond je het een interessant gesprek? Dan abonneer je op ons kanaal. Kun je nog veel meer zien. En doe een duimpje omhoog voor nu. Dankjewel. Hoi.